Best for Soil, Groenbemesters. Praktische informatie. Hello, Hallo, mijn naam is Michaela en ik veredel groenbemesters. In deze video leer je hoe je groenbemesters kunt telen en waarom ze een belangrijk instrument zijn om de bodemgezondheid te verbeteren. Groenbemesters worden geteeld tussen de oogst van een hoofdgewas en het zaaien van het volgende hoofdgewas. De belangrijkste redenen om groenbemesters te telen zijn om de bodem te beschermen tegen erosie, de bodemvruchtbaarheid te verhogen, de bodemstructuur te verbeteren, de infiltratie van water te verbeteren en de nutriënten in de bouwvoer vast te houden. Er zijn verschillende termen voor deze tilt en ze kunnen in min of meer dezelfde context gebruikt worden, maar er kunnen enkele specifieke verschillen in tiltwijze zijn, afhankelijk van wat uw doel is met het telen van de groenbemester. Wanneer deze gewassen in de bodem worden ingewerkt voor andere doelen dan het voorkomen van stikstofuitspoeling, worden ze groenbemesters genoemd. De term vanggewas wordt gebruikt wanneer het hoofddoel is om de uitspoeling van nutriënten, met name stikstof, te voorkomen. Veel verschillende soorten worden gebruikt, elk met specifieke voordelen en eisen. Sommige zijn vorstbestendig en overleven de winter, andere bevriezen gemakkelijk. Voedingsstoffen die door groenbemesters gewassen worden opgenomen, worden terug in de bodem gebracht om te worden gebruikt voor het volgende gewas. Een goed onderbouwde keuze van de groenbemester verbetert de vruchtwisseling. Groenbemesters met een andere waardplantgeschiktheid dan de belangrijkste gewassen in de vruchtwisseling verminderen het totale potentieel aan bodem. De best for soil databases zijn krachtige instrumenten om te bepalen welke groenbemesters het beste passen in een vruchtwisseling. Wortelexudaten en extra organisch materiaal afkomstig van groenbemesters kunnen de microbiële activiteit in de bodem stimuleren en de samenstelling van de microbiële gemeenschap in de bodem beïnvloeden. Beide factoren stabiliseren en stimuleren de microbiële gemeenschap, wat op zijn beurt de druk van bodemziekte kan verminderen. Een belangrijke groenbemesters zijn grassoorten, waaronder enkele die nauw verwant zijn aan graangewassen. Ze groeien snel. En sommige soorten zullen zelfs bij lage temperaturen groeien. Zaad voor deze gewassen is ruimschoots beschikbaar in alle regio's van Europa. Grasgroenbemesters kunnen niet alleen worden gebruikt als groenbemesting, maar ook voor het weiden of voederen van dieren. De meeste grassoorten zijn winterhard. Een andere belangrijke groenbemesters zijn de Brassica-soorten. Ze zijn bijzonder snel groeiend en zijn daarom goed in het onderdrukken van onkruidpopulaties. Sommige worden gebruikt om ziekte in gaanrijke rotaties te verminderen, andere om stikstofuitspoelingen te voorkomen. Sommige van de brassica's zijn winterhard, terwijl andere vorstgevoelig zijn. Een ander voordeel van de brassica-soorten zijn de diepgewortelde penwortels, die de bodemstructuur helpen verbeteren. Vlinderbloemigen hebben het voordeel dat ze stikstof binden en zo deze belangrijke voedingsstof leveren aan de volgende hoofdgewassen. Verschillende soorten vlinderbloemigen worden gebruikt als groenbemesters, variërend van kleine klavertjes tot middelgrote wikken tot veldbonen met grote zaden. Vlinderbloemigen presenteren het best wanneer ze vroeg in het seizoen worden gezaaid en worden meestal gebruikt in een mengsel met andere groenbemesters. Er zijn verschillende andere snelgroeiende soorten die vaak gebruikt worden als groenbemesters, zoals phacelia, bokwijd of goudsbloem. Gedetailleerde informatie over al deze soorten is gepubliceerd in een Best for Soil Factsheet. Groenbemesters vereisen dezelfde aandacht bij de tilt als hoofdgewassen. Een goed voorbereid zaaibed is essentieel voor een succesvolle groenbemester. Stikstofbemesting is vooral belangrijk om een krachtige grondbedekkende groenbemester te garanderen. Net als bij de hoofdgewassen moet er echter rekening worden gehouden met de stikstof die het vorige gewas heeft achtergelaten. De voorbereiding van het zaaibed is van essentieel belang voor een snelle en goede vestiging van het gewas. Het zaaibed moet worden aangepast aan de specifieke behoeften van het zaad. Gezonde zaden met een hoge kiemkracht moeten worden gebruikt om een succesvolle ontwikkeling van het gewas te garanderen. Irrigatie kan nodig zijn voor gewassen die in de zomer worden geteeld, vooral voor snel groeiende soorten zoals mosterd of sorghum. Geselecteerde rassen moeten bestand zijn tegen de meest relevante ziekten en plagen in de regio waar ze worden geteeld. Sommige rassen hebben specifieke eigenschappen, zoals het bevatten van secundaire metabolieten, die een biofumigatie-effect kunnen hebben. Meer informatie over biofumigatie is beschikbaar in een specifieke video en een factsheet. Sommige gewassen of rassen zullen in de winter afsterven. Waardoor ze gemakkelijker in de bodem kunnen worden ingewerkt in het volgende voorjaar. Dergelijke rassen zijn niet geschikt als groenbemesters in het voorjaar, omdat ze zullen afsterven voordat ze in het voorjaar worden ingewerkt. Aan de andere kant moeten groenbemesters die in de zomer worden geteeld, vooral in Zuid-Europa, hittebestendig zijn. Daarom is de keuze van de rassen die zijn aangepast aan de lokale klimatologische omstandigheden van cruciaal belang. Aangezien groenbemesters ook als gastheerplant voor bodem kunnen dienen, moet hun selectie passen bij de vruchtwisseling van de belangrijkste hoofdgewassen die worden geteeld om inkomsten te genereren. Gassoorten passen vooral goed in systemen waar geen gasgerelateerde soorten worden geteeld. Brassicasoorten zijn beter geschikt voor de vruchtwisseling met akkerbouwgewassen, waar met uitzondering van koolzaad normaal gesproken geen brassicasoorten worden geteeld. Daarentegen passen ze niet goed in groenteteelsystemen, vooral in Noord-Europa, waar veel brassica groenten worden geteeld. Tot slot en het belangrijkste: de keuze van de groenbemester hangt af van het hoofddoel waarom het is gezaaid: bodem verminderen, stikstofuitspoeling voorkomen, beschermen tegen erosie, meer organische stof, hoe dan ook, de inpasbaarheid van de groenbemester in de rotatie van de hoofdgewassen moet worden gecontroleerd met behulp van de Best for Soil databases.